FC Groningen onder 21 speelde afgelopen zaterdag tegen de koploper in divisie 1, de Graafschap. Bij een overwinning neemt de ploeg van trainer Sander van Gessel de koppositie over. Een hoekschop voor de Graafschap. En daar wordt het niet gevaarlijk, want Jasper Meijster grijpt goed in. Dan FC Groningen. Tika de Jonge. Kian Sloor. Komt naar binnen. Maar zijn schot waait naast. Na rust. De vrije trap van Noam Emmeran. En daar is Fovin Touré. Maar hij vergeet zijn ploeg op voorsprong te zetten. En de Graafschap komt het beste uit de strijd. Hier is Hassan helemaal vrij. Dit moet een 0-1 zijn, maar het is niet een 0-1. Want de aanvaller van de Graafschap schiet de bal op de paal. Laat in de wedstrijd, hier weer de Graafschap. Schoppen maar helemaal vrij. Wat een schot. Maar Jasper Meijster staat weer goed op te letten. Er wordt niet gescoord. En zo blijft het 0-0 op Sportpark Corpus den Hoorn.